Ja, maar Loes, dan sta ik allemaal je collega te filmen, terwijl jij aan deze kant heel hard aan het werken bent. Ja, daar baal ik vreselijk van. Ja. Ja. Ja, maar ik wil graag het proces vastleggen, dat snap je ook wel. Maar nu had ik net, nog wel net de vraag, van, en ik zie verschillende tassen ook. En nu ben ik heel benieuwd, wat is de duurste tas die jullie hier verkopen? Oh, de duurste tas aller tijden of die nu in de winkel staat? Die nu in de winkel staat, dat kunnen we hem ook zien. Oké, even kijken hoor. Ik denk dat dat deze is. Ja, kijk, dit is een reistas, maar die is wel heel groot. Even het stof eraf laten. Oh, die is heel groot, ja. Ja, maar die verkoopt niet zo hard. Nou, deze dus. Ah, die is wel echt heel gaaf. Dat is voor de liefhebber, hè? Die is €345. Nou, dan vind ik dat nog meevallen. Dat is de duurste tas. Volgens mij is dat ook wel de duurste tas aller tijden. Ja? Volgens mij wel. Oh. Is dat niet waar? Oh. Nou ja, kom erbij. Wat was dan de duurste tas aller tijden? 750. Oh. Maar, daar was ik niet bij dan. Maar zit het inderdaad dan in het, omdat er gewoon veel meer materialen werken ja, nee, zit? Ja. Ja, precies. Dat is niet de kosten van het leer, dat is echt het werk. Ja. Dan is dat een hele ingewikkelde tas met heel veel plakken, heel veel eerst lijmen, dan naaien, voering, ingewikkelde binnenkant, zeg maar. Maar dat komt niet zo vaak voor hoor, dat is één keer. De meeste die ik zie zitten toch wel een beetje rond de 200. Dat is ook best wel een ingewikkelde tas. Maar zoals deze bijvoorbeeld. Deze is onder de 200, die is 195. Oké. Deze tasjes. Dat zijn ook leuke tasjes, ook voor de feestdagen. Er zit wel een hengsel aan. Ja, er zit een band bij. Lijkt me op een hele grote portemonnee. Ja, maar dat is echt een gewild tasje, want je kan hem ook als clutch. Je kan hem als clutch gebruiken en ook als tas. Als clutch? Wat is een clutch? Clutch is toch zo'n feesttasje, weet je wel. Ah, oké. Waarmee je uit eten gaat. Ja, dat heet een clutch. Ja, ik heb er niks mee, maar er is wel... Ik vind die wel gaaf, die ook een beetje als rugzak gebruikt kunnen worden. Ja, dit is een rugzak. Dit is ook een rugzak. Dit is een rugzak met doortrekband, zeg maar. Die kan je op verschillende manieren gebruiken. En deze tasjes zijn €145. Deze zijn ook heel gewild, die zijn €145, €155. Ja, heb je ook, dus kan je zeggen van, echt een hardloper die je eigenlijk altijd blijft kopen en steeds weer kunt maken? Dat is die Judith aan het maken is, dat is dus nu, zeg maar, dat is die. Ja, de zwaan. Ja. Heb ik net geleerd, hè? Ja. Hey. Oh, jij is dat niet? Ja, klopt. Maar je mag hem ook banaan noemen, hoor. Ja. Dat vind jij dat, hoor. Nee, maar soms geven we hele gekke namen aan tassen. En dan is dat, voor ons, weet je wel, dus herkenning. Ja. En, maar als je, dan kan je dan beter niet zeggen als klanten erbij staan, weet je wel? Nou, ik heb het dus wel. Ja, neem me dat van dan mee, maar we hebben ook hele gekke namen. Oké. Dus het gaat eigenlijk van rond de 100 tot... 300, zo'n beetje. Ja. En ook even onder de 100, hebben we nog iets onder de 100 euro, 115. Ja, portemonnees. We hebben natuurlijk ook wel portemonneetjes. Kleine dingetjes, dingetjes die. Ja. En we hebben bonnen. Dus mensen kunnen ook een bon kopen. Kan ik ook zeggen van ik betaal een deel van de tas. Dus, ja. Ik vind mijn vriendin nog net die €300 niet waard. Dan doe ik 150. De rest zelf bijlanderen. Nee, dat kan. Nee, maar ik snap dat het ook. Het is best een uitgave. Maar ja, goed, ik hoor ook net dat je er 15 jaar mee doet. Als je er zijn nog mee omgaat. Als je hem niet tegen de spaken van je fiets laat knallen, dan kan je er lang mee doen. Ja. Ik heb ook wel eens gehad. Iemand die aankwam fietsen. En ik zag hem aankomen. En die tas die ging tegen die spaken van die fiets. En die kwam binnen en zei: goh, mijn tas ziet er zo lelijk uit al. En toen dacht ik: dat is niet zo. Nee.